Kom je aan, Jim. Dan kan je je mobiele telefoon oprichten en dan vang je een Pokémon figuurtje. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dan heb je hem en dan loop je weer terug. Een leuk spelletje. Maar ja, ik zeg ja, dat moet je eigenlijk niet doen in een natuurgebied of waar je broedvogels verstoort. Ja, want deze ooievaars zijn dus al verstoord. Al een paar keer, ja. Mijn vrouw is ook langs geweest en die zag mensen over het hek stappen. En we hebben hier een soort communicatiemiddel, dat heet Nextdoor, waar een hele discussie is. En men ziet regelmatig mensen naar het ooievaarsnest lopen en dan gaan de jongen eraf, want die voelen zich bedreigd. Nou, ze zijn best groot, dus ze zijn vliegklaar. Ze zijn ook nu net afgegaan, dus het kan. Maar als het 2 maanden eerder was geweest, ja, dan heb je dus echt de pop aan het dansen. Dus het is nu wel vervelend, maar de schade valt mee. Maar jij maakt je natuurlijk zorgen dat dit op meer plekken gaat gebeuren. Ja, ik zou eerst ten eerste willen vragen om hier gewoon een hekje neer te zetten. Van verboden toegang, broedende ooievaars. En er is ook contact opgenomen met het bedrijf van Niantech om die gym weg te halen. En meer in het algemeen gaat het om, laten we eens kijken waar die plaatsen dan zijn. En laten we in contact treden als gemeenten onderling met Niantech om ze weg te halen waar je kans hebt op verstoring van de natuur. Of op andere plaatsen waar dat ongewenst is. Ik heb ook wel gehoord dat ze op Kerkhoven zitten of midden op een politiebureau. Je meest gekke verhalen lees je. En je hebt nu aan de gemeente gevraagd om actie te ondernemen. Ja, op korte termijn even een bordje en op langere termijn ja, bespreek dat eens in VNG-verband, Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Dat lijkt me het aangewezen platform om in contact te treden met Nintendo of Niantech heet ze eigenlijk.